Afgelopen november zat je wel in een Minardi. Vertel. Ja, dat kwam heel erg verrassend. Harry Muurmans, sponsor van mij, die kwam op een gegeven moment in het seizoen van, joh, lijkt je dat wat? Ik zei, tuurlijk, maar 1,95, mm-hmm. Hoe gaan we dat doen? Ja. Ik denk, dit is een verlaten 1 april grap, dat komt niet goed. Maar vervolgens ging het wel goed komen. Ik kreeg het bericht begin november van, eind november gaan we het doen. Ga maar een paar dagen eerder, want het zal een hele klus worden om je in die auto te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk lukte dat zoals we hier kunnen zien. Ja, jij vond het in ieder geval hartstikke leuk. En je vertelt over jouw ervaring als man van 1,95 in een Formule 1 auto. Wij hebben teambaas Paul Storret ook eens even gevraagd wat hij ervan vond. Paul, Patrick Huisman is too tall. Well, we had a bit of fun getting him in the car, but when we finally got him in, he did a good job and he just made it. Was he good? He was good, actually, because remember, he didn't fit the car very well. And also, he'd never driven one before, so in fairness, did a fantastic job. Yeah, he really, and also, he did what I asked him to do, which is not be silly. So yeah, I was really happy. Yeah, it was a good event, it was a Muurmans event? It was a Muurmans event, and it was fantastic. I mean, you know, we were going to do 20 rides, we ended up doing 54. We were going to do one driver, ended up putting four drivers in. It was a really fun day for everybody that was there. What did he say when he came out? This is my life? We're on television, I can't tell you, but if you take those bits out, great. Ja, nou zijn wij ook op televisie, maar het kan ons niks schelen. Ik wil wel weten wat je nou gezegd hebt. Nou, dat ging natuurlijk in het Engels. Hij vroeg, hoe vond je het dan? En ik zei tegen hem, absolutely better than the best sex. En ja, hij zegt, dat kan ik natuurlijk nooit meer gaan herhalen. Maar zo heb ik het wel ervaren. Ja, leuk. Goede ervaring en wie weet zien we je volgend jaar weer, of dit jaar nog weer ergens op de circuits. Goed.